Eentje willen we graag maken over onze promoties. Dat zijn er nogal wat geweest vanaf 1961 of 63, geloof ik, was de eerste keer dat we vanuit de tweede divisie naar de eerste divisie promoveerden. Maar vanaf dat de na-competitie in het leven geroepen is, vanaf 73, toen zijn wij dus best wel vaak gepromoveerd van de eerste divisie naar de eredivisie. En over die momenten willen wij graag een mooie documentaire maken. Alleen het probleem is dat er weinig bewegende beelden beschikbaar zijn, geloof ik. Ja, we hebben zelf al wat, onder andere van de laatste edities, van 2015, 2010, 2007. Maar daarvoor wordt dan een stuk moeilijker. Dus ja, daar zijn we eigenlijk op zoek naar leuk beeldmateriaal. Dus van bijvoorbeeld die laatste wedstrijd, de wedstrijd waar je promoveert, en het feest gedruis na afloop. Wij hopen dat supporters in de regio of in het land beelden hebben van die promoties op VHS bijvoorbeeld, op de oude videoband, en dat we die kunnen kopiëren. Behalve de kampioenschappen, welke documentaires kunnen we nog meer verwachten? Ja, daar kunnen we ons nog niet over uitlaten. We zijn druk in gesprek. We hebben een aantal opties. Die zullen we binnenkort met de producent en met Fox gaan bekijken of die goedgekeurd worden. En dan, dus er komen in ieder geval drie. De eerste in oktober, de tweede in januari en de derde in maart. Wat hoop je nou echt dat supporters hebben? Welk moment zou jij nou echt heel graag op bewegend beeld terug willen zien? Ja, kijk, we zijn in 91 met Simon Kistenmaker ongeslagen kampioen geworden. Ik zou daar heel graag beelden van willen zien bijvoorbeeld. 73 in Zwolle met Pieter Visser. Het zou geweldig zijn als iemand daar nog zwart-wit materiaal van heeft. De weg terug, al die supporters vanuit Zwolle naar Doetinchem. Één lange stoet op de snelweg. Er zijn zoveel mooie momenten. Kijk, we hebben hier ons eigen museum. Daar ligt heel veel printmateriaal. Dus kranten, foto's, maar bewegend beeld. Ja, dat is voor ons erg schaars en daar zijn we dus naar op zoek.